hotels zoeken nog, naar plaatsen zoeken om te slapen bij couchsurfers. En bezig met onze reis voor te bereiden. Het is nog een weekje, het is nipt, maar het lukt ons wel. Het is altijd leuker als het een beetje spannend is natuurlijk. We hebben gisteren wat hotels gezocht via booking.com. Gewoon gezocht naar hotels met gratis wifi, omdat we jullie natuurlijk op de hoogte willen houden. Maar we zouden die hotels niet echt boeken via booking.com, omdat we misschien dan op zoek gaan naar goede deals om goedkoper in die hotels te kunnen overnachten. We hebben daar gisteren ook nog wat naar gezocht en we hebben daar ook even een beetje gefilmd. Dus hier is dat clipje. Hanne, vertel een keer wat zij want doen. Ja, we zijn dus hotels aan het zoeken voor in Las Vegas. En? En het is de moeite. ja, en ons belangrijkste vereiste is gratis wifi. Kijk, we hebben nou Caesar Palace. Ja, Daar voor, ik weet niet of je het kan zien, €900 voor 4 nachten. ja. Dus ja, dat valt te overwegen, hè, Hanne? Nee, geen wifi, dat doen we niet. Juist, ja. Ah, hier, Planet Hollywood. €600. Huh? Als het nu geen free wifi is, dan hebben we een probleem. Ja, nee, geen Nee. free wifi. Oh, schrappen van mijn lijst. Ja. Monte Carlo? Ja, waarom niet? Het valt nog mee. €300. Voilà. Dus zoals ik al zei, gaan we niet alleen op chique hotels gaan zoeken, maar voor plaatsen waar we maar 1 nacht slapen, doen we ons best om in motels te overnachten, omdat dat toch het budget wat lager houdt. En ja, we zijn natuurlijk nog altijd gewoon arme studentjes, dus we willen natuurlijk ook niet te veel uitgeven als het maar gewoon om te slapen is. En voor plaatsen waar we iets langer blijven, zoals San Francisco, waar we dus toekomen, en Los Angeles. En San Diego en Phoenix ook. Daar gaan we eigenlijk op zoek naar mensen die ons willen ontvangen. En dat is via een online service, zou ik zeggen, die couchsurfing.org heet. En dat is eigenlijk een organisatie die mensen verzamelt die andere mensen, toeristen meestal, willen ontvangen in hun huis. Ja, dat is heel betrouwbaar. Die mensen zijn allemaal geverifieerd. Ze hebben ook heel veel referenties van mensen die daar al gelogeerd hebben. En dat zijn allemaal heel vriendelijke mensen die ons ook de weg zouden kunnen wijzen en wel toffe plaatjes zouden kunnen aanwijzen in de plaatsen waar we overnachten. We hebben al een gastheer, zal ik zeggen, in San Francisco. Lloyd heet hij. Ik denk dat hij wel een toffe gast zal zijn. We zullen natuurlijk wel zien. Het is een extra ervaring en natuurlijk is het ook een goedkope manier om te reizen. Dus we zoeken voort. We schrijven brieven, we schrijven aanvragen en we gaan op zoek naar mensen die ons zouden liggen. En waarom, schrijven hen dan waarom dat we hen tof vinden. Voor de rest doen we ook voort met de planning. Er verandert altijd wel iets in ons schema. Maar op het tabblad route op onze blog kan je heel makkelijk zien wat eigenlijk de plannen ongeveer zijn. Maar natuurlijk, eens we daar zijn, gaan we veel uitgebreider kunnen tonen en schrijven wat we effectief gedaan hebben. Dus we zullen jullie zeker zo goed mogelijk op de hoogte houden. En ja, we zien jullie binnen een weekje, geloof ik. Dus tot dan, dag!